Aan het slotdek staat daar voor de Flying Devils, Gidi Meesters. Van dezelfde club, Flying Devils, Mark Palmans. Vanuit Hoornse WTC, Mr. Michiel Jansen. Voor FC Wijkeroog, René Stedt. Voor Zoetermeer, 77, Jeroen Moes. Voor de Boskrossers, Jim Volkers. Voor FC Rijswijk, Michel van Adrichem. En last but not least voor Nuland, Tom van Dinter. Succes. Zijn we weg, want voor Mark was een 25 plus. Michel van Adrichem, hij zit er goed bij. Ja, hij zit inderdaad heel snel weg, hoor. Van Adrichem. Hij is goed. Er een paar kleine foutjes. En voorlopig moet hij daar genoegen nemen met een derde plaats. Op de tweede plaats is het er ineens zet. Het zijn de mannen uit het westen van het land die hier goede zaken lijken te gaan doen. Rijswijk tussen zijn leiding. Er is Michel van Adrichem. Dan René Stedt. Stedt voor Velsen Noord, FCC Wijkeroog is dat. En Tom van Dinter kan er nog terugkomen. Hij had een paar kleine foutjes aan het begin van de race. Hij heeft toch wel volle snelheid erin, hoor. De nummer 3, het is er niet gedaan. Hij komt langzaam een beetje dichterbij. En ja, René Stedt die kan die hete adem gaan voelen van Tom van Dinter. Michel van Adrichem rijdt keurig zijn race. Hij steekt het af op een overwinning. Gaat naar de winst, maar toch is het nog René Stedt. Ah, ja, jongens, het is close. Ik durf het niet te zeggen. René Stedt of